Een hele goede middag en welkom bij het nieuwe programma van Nieuwsweek voor deze week. Bij mij in de stoel. Normaal zitten we aan tafel. In de bank hebben we ook wel eens gezeten. We zitten nu in de stoel. Peter Spek van Groot Vlaardingen. Welkom. Goedemiddag. Peter, je bent weer uit de lappenmand. Gelukkig. Ja, dus, inderdaad. 2,5 week ziek geweest. Ja. En nou, nu weer een beetje opgeknapt. Dus ik denk, nou, het eerste wat ik ga doen is naar Schiedam toe gaan. Heel goed. Fijn dat je er bent. Fijn dat je er bent. Wat hebben we in Groot Vlaardingen... De afgelopen week. Afgelopen week? Ja, gisteren natuurlijk verschenen. Ja, op de voorpagina de opening met de samenwerking tussen de waterweggemeentes in dit gebied. Ja. Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Het is natuurlijk al een hele tijd een hete hangijzer onderzocht worden. Maar nu zijn er toch, is er toch een commissie samengesteld onder leiding van oud-minister Agnes van Ardenne. Ja. Die woont in Vlaardingen. Okay. Ook wethouder geweest in Vlaardingen. En die heeft de opdracht gekregen om eens te kijken om een soort tegenwicht te bieden aan de komende samenwerking tussen Vlaardingen, Schiedam en Maassluis in het kader van de metropoolregio die we natuurlijk gaan krijgen. En ja, je wil natuurlijk niet opgeslokt worden door die metropool als gemeente. En zij heeft dus gekeken waar de samenwerkingen te vinden zijn. Nou, op veel gebied. Je kan elkaar natuurlijk versterken. Dat kan natuurlijk op sportgebied bijvoorbeeld, maar ook voor het gebied op woningen, economisch gebied, recreatief gebied. Daar wordt als eerst op ingezet, op economische samenwerking. Er wordt gekeken waar de samenwerking tussen de drie gemeentes gevonden kan worden. Het is natuurlijk zo dat... En dat is een beetje de leidraad in dat rapport, wat overigens een soort advies is en aangeboden is aan burgemeester Blazen van de week. Ja. En die heeft dat in eerste instantie goed ontvangen. We hebben natuurlijk de nieuwe Waterweg. Daar liggen alle drie de gemeentes aan. Ja. Dus dat is eigenlijk haar punt. Laten we daar nou eens gaan kijken hoe we die samenwerking langs die waterweg eens kunnen versterken. En dan kan je natuurlijk inderdaad denken aan die economische versterking. Niet allemaal vanuit elke gemeente iets gaan opbouwen. Nee, doe dat nou met z'n drieën. Nou, dat kan natuurlijk op velerlei gebieden. En zij heeft een eerste aanzet gegeven om de colleges van de drie gemeentes daar eens goed over te gaan nadenken. Ja. Er waren natuurlijk al wat samenwerkingen, bijvoorbeeld stroomopwaarts van de voorbeelden. Tuurlijk, dat zijn al goede voorbeelden. En, ook particuliere initiatieven zijn natuurlijk al geweest. Wij zelf zijn er een voorbeeld van. Ja. Pop-up TV samen met Omroep Vlaardingen. Tuurlijk, heel goed. En dat, is ook denk ik ook de toekomst om het niet allemaal bij jezelf te houden. Maar deelt de kennis met de anderen, zou ik willen zeggen. En daar is natuurlijk heel wat te winnen. Ja. En zeker als die metropoolregio straks zijn beslag gaat krijgen, dat je dus niet opgeslokt gaat worden door Rotterdam en Den Haag. Ja. En er zijn best wel dingen die heel leuk... ook op sportgebied kan je natuurlijk een heleboel bedenken... dat je dus dat samen gaat voegen. Maar het zal niet makkelijk zijn, denk ik. Het zal niet makkelijk zijn. Er zullen natuurlijk heel wat... hordes, om het even zo te zeggen, genomen moeten worden. Een voorbeeldje, want je noemt ook sport, het sportpark A4, waar wij een ontsluiting van Schiedam, Vlaardingen zeggen, maar bij ons vindt helemaal geen ontsluiting plaats, want dat willen we helemaal niet. Dus het zal niet makkelijk gaan. Het gaat niet makkelijk. Niet zonder slag of zo. Je hebt natuurlijk te maken met de sportmensen en de mensen die daar wonen. Ja. Als ik er zelf zou wonen, je zou elke dag een horde sporters met auto's en fietsers voorbij zien. Is natuurlijk ook niet leuk. Nee. Dus daar moet je een beetje een middenweg in zien te vinden. Ja. Nou, en ik denk dat zij... Agnes van Ardenne daar wel zeker, ook met haar achtergrondkennis vanuit het ministeries, daar zeker een goede bijdrage toe kan leveren met dit eerste advies. En ze heeft nu de opdracht gekregen ook om dat eens verder uit te gaan werken. Nou, dus we wachten het rapport weer verder af. Ja. Positief nieuws, zeker. Ja. Absoluut. Ja. Minder positief? Nou, minder positief, dat is natuurlijk de branden die we gehad hebben de laatste... Ja, de autobranden. De autobranden. Het is een tijdje stil geweest. Ja. Vorig jaar zijn er 17 auto's uitgebrand. Ja. En de afgelopen 2 weken zijn het weer een stuk of 6. En dat is een beetje verontrustend. En het is niet zo dat de mensen die er verstand van hebben, laat ik het even zo zeggen, die zeggen het is geen pyromaan die aan het werk is, want die opereert anders. Ja. Maar het is een antisociaal. Dat is een antisociaal is iemand die boos is, die ergens boos over is. Okay. En die dan waarschijnlijk 's nachts op stap gaat om zijn boosheid af te reageren op die heel makkelijke doelen. En dat zijn die auto's. Ja. En daar denkt men dus aan. En ook omdat natuurlijk in het verleden, vorig jaar, 2015, de daders niet zijn gepakt. Of de dader of daders niet zijn gepakt. Niet. Dus is het raar is, want in het Westland, in Monster, is ook wel iets gaan. Er worden alleen maar banden lek gestoken daar en zo. Nou, kan ook zo iemand zijn, hè? Ja. Ja. Wat ik dan heb begrepen is dat de gemeente dat als prioriteit op dit moment heeft opgepakt. Ja. En 's nachts ook mensen inburgeren, patrouilleren en kijken of er iets... En er wordt ook een oproep gedaan aan de Vlaardingen zelf. Als je iets ziet wat niet klopt, melden. Hè, mensen die... Of iemand die rond de auto loopt... Ja. Meld 123 of bel de politie, want dat kan men alleen maar helpen om de dader of daders te pakken. Het is een heel onveilig gevoel. Het is een onveilig raar fenomeen. Ja, inderdaad. Ik hoop dat het gauw opgelost wordt inderdaad. Ja, vind ik ook. En dan hebben we natuurlijk ook, dus, ook een actueel onderwerp, omdat er nog niet zo lang geleden een onderzoek is geweest naar behoeften van woningen voor 50-plussers. Ja. We worden allemaal ouder, gelukkig hè? Gelukkig wel. Dus, maar de woningbehoefte daaraan die is nog in Nederland en ook in Vlaardingen nog niet zo dat mensen die dus eigenlijk in een eensgezinswoning wonen, te groot wonen, een tuin hebben, die tuin niet meer kunnen onderhouden, geen andere woonruimte kunnen vinden. En dat bevordert natuurlijk ook niet de doorstroming. Nee. Jongere mensen die een eensgezinswoning willen kopen waar een tekort aan is, ja, die komen niet aan bod omdat ze er niet zijn. Ja. Dus die doorstroming die komt niet op gang. Nou is Jan van der Vlies, dat is een Vlaardinger... en die heeft in het verleden de IJsseldrevenhoef ontwikkeld, particulier initiatief. Ja. Die is een jaar of 20 geleden, toen er juist behoefte was aan eensgezinswoningen... heeft hij een plan gemaakt, dat doet hij helemaal in zijn vrije tijd... heeft een aantal mensen opgetrommeld en toen waren het een stuk of 16... en gezegd, jongens, wat willen jullie nou? Wat voor woningen willen jullie? Ja. Nou, die heeft in de Holy 16 woningen laten bouwen. Heeft dat helemaal ontwikkeld. Daarna losgelaten en gegeven aan de architect en de bouwers. Die hebben dat uitgevoerd. En dat project was zo succesvol en zo aantrekkelijk... dat hij dacht van, hé, deze mensen die toen daarin gegaan zijn... die willen nu graag naar een grondgebonden woning. Dus een woning op grondgebied. Ja. En toen dacht hij van, nou, dan ga ik mijn project weer eens een keertje opstarten. Maar dan in dit soort woningen. Ja. Dus hij heeft nu een project gemaakt voor bungalows. Waterbungalows noemt hij dat. En gaat proberen om daar ook weer mensen warm voor te krijgen. Heeft al een plannetje klaar liggen. De gemeente is er ook, heb ik begrepen, zeer enthousiast over. Ja. Prima. Ja. Nou, en dan ook in de Holy daar... hadden wij een paar weken geleden, 2 weken geleden om precies te zijn... een verhaal over wat bewoners die graag een zebrapad terug wilden... aan de Kornhoenlaan. Nou, aan de Kornhoenlaan is natuurlijk een drukke weg... want daar zit naast een appartementengebouw... heb je de College Vos, het schoolgebouw. Je hebt een sporthal, je hebt een aantal scholen liggen, basisscholen. En bij de inrichting een aantal jaren geleden... is er een zebrapad wat eigenlijk gepland was... in het verlengde van de Kraanvogellaan. Ja. En in het verlengde ook van het appartementencomplex de Kievit is verplaatst naar richting het College Vos. Ja. Nou, op zich zeg je dat, nou, dat hoeft toch geen probleem te zijn. Nee. Maar de mensen die uit de Kraanvogellaan komen met de kinderen of op de fiets, die, al is het maar een paar meter, die maken die omweg niet. Nee, die steken dus recht over. Ja. Met allerlei... Ja. Daar hebben jullie toen een artikel over geschreven nog, geloof ik? Ja, er is toen een artikel over geschreven. Ja. En de mensen van de Kievit, die eigenlijk een beetje in dat artikel als boosdoener... als ik het even zo mag zeggen, werden neergezet. Dat is dus niet zo. Nee. Hè? Het is inderdaad toen de tijd op feiten gebaseerd. En men heeft toen gezegd... voor de veiligheid van de school en de sporthal... willen we dat zebrapad... een tiental meters verplaatsen. Nou, goed. Je weet hoe het tegenwoordig gaat. Hè? Iedereen heeft zijn mening over alles. Hè? Ja. Helemaal niet erg. Hè? Dus, nou goed, zij hebben nu gereageerd met een ingezonden open brief. En ik ben benieuwd wat, want het ligt ook bij de gemeente op dit moment... of zij nog eens een keer een onderzoek doen en kijken of... een beetje de logische zaak van als je in een straat uitkomt... dat je dan inderdaad op een zebrapad terechtkomt. Recht oversteken, dat je dan over kan steken. Ja. En nu moet je dus inderdaad een tiental meters omlopen. Ja, en dat doe je dus niet. Is niet logisch. logisch. En dat is natuurlijk gevaarlijk, want er zijn er gevaarlijke situaties daar geweest. Okay. Mensen die ook aangereden zijn. Ja. Dat is natuurlijk niet leuk. Dat is minder prettig. Ja, daarom. De gemeente is aan het kijken daarnaar. Ja, we zijn benieuwd. Heel goed. Ja. Nou, een beetje sport mag ik misschien ook wel noemen. Ja. Ja, Schiedam en Vlaardingen die, hebben toch een rijk verenigingsleven. Absoluut. Dat kunnen we toch wel, zeggen. We hebben natuurlijk een paar Olympische... sporters gehad in Vlaardingen. Ja. Nou, nu is Schiedam aan de beurt. Ja. Vlaardingen had Mark Huizinga natuurlijk in het judo. Dat Edith Bos in het judo met Olympische medailles. Ja. We hebben natuurlijk Daniëlle de Bruin, dat waterpolster gehad. Die goud won in Peking met de Nederlandse ploeg. Dus nou, dat zijn toch aansprekende prestaties. En ja, nu is Schiedam aan de beurt met Brit Eerland. Brit Eerland. En Natuska Fontein. Ja. Nou, Natuska Fontein die heeft verleden week toch een beetje de kansen verspeeld in het... tegenverwachting in. Tegenverwachting. In de eerste ronde, de boksronde, tegen 75 kilo, gingen ze er gelijk al uit. Ja. In het, op punten? Zeg je? Op punten verloren. Op punten verloren. Ja. Natuurlijk discutabel met de jury. Maar goed, je hebt het ermee te maken. Ja. Dus zij moet nu wachten weer voor het WK. Dat is helemaal een herkansing hè, bij het WK. Dus, nou ja, dus bij de eerste vier eindigen? Ja, heb ik begrepen? Juist. Dus dan laten we hopen dat het zover komt. Ja. En ja, Brit Eerland is op dit moment in Zweden actief. Ja. Met ook het toernooi voor plaatsing voor de Olympische Spelen. En ze doet het tot voorlopig erg goed. Ze is door naar de tweede ronde. En morgen staat de eerste wedstrijd gepland in die tweede ronde. En als ze die ronde wint, dan zit zij... dan heeft ze een ticket. Dat is een afvalrace gelijk. Dat is de afvalrace. Het is een knock-out race morgen. Ja. Tussen een aantal, in een aantal pools die gespeeld worden. En de winnaar van die pools, die groepen, die gaan door naar de Olympische Spelen. Ja. Dus ik ben benieuwd. Het zou leuk zijn voor Schiedam en voor Vlaardingen ook. Voor Vlaardingen ook natuurlijk. Ja, nee, zonder meer. We kijken daar zeker naar uit. Absoluut. Ja. Hartstikke goed. Dat is leuk. Ja, en er zijn er toch ook weer mensen boos in de sport. Hè? Waarom boos? Ja, hoezo? Boos. En dat kan ik me ook aan de ene kant wel voorstellen. Ja, we kennen natuurlijk allemaal het verhaal van Zwaluwen. Ja. Nou, het verhaal van Zwaluwen is natuurlijk... de trainer Joop Huhlen die gaat naar Celks DZB. En het nieuwe seizoen is pas 1 seizoen hier in Vlaardingen bezig. En neemt een heleboel spelers mee naar Rotterdam. Ja. Nou, dat is natuurlijk niet in goede aarde gevallen. En nog meer spelers zijn vertrokken. De prestaties zijn op dat moment gelijk allemaal gekelderd. En de ploeg zit natuurlijk nu toch een beetje in de motivatie, die zakt natuurlijk gelijk naar nul. Dat wou ik zeggen. Ja. Ja. Dus dan heb je natuurlijk ook het Vlaardings voetbalkampioenschap... wat inmiddels is begonnen. Ja. En vorige week kreeg op het laatste moment DVO 32, een vierde klasser, een telefoontje van Zwaluwen. We komen niet, want we hebben geen elftal om op te stellen. Nou ja, dan kan ik me dat moeilijk voorstellen met een vereniging van 800 leden. Ja. Desnoods stuur je het eerste A1-elftal. Ja. Nou goed. Nou, er was er naderhand weer commotie om het feit dat ze het vergeten waren. Ja. Nou ja, en toen heeft allerlei mensen hebben zich toen mee bemoeid. Ze hebben ook zelfs buiten de stichting om dat allemaal zelf geregeld. Ja. Dat kan natuurlijk niet. Nee. Dus ze hebben uiteindelijk toch een excuus aangeboden. Maar er is een nieuwe datum gepland? Nieuwe datum gepland. En dat is 10 mei. 10 wordt hier gespeeld. En dat wordt dan een leuke wedstrijd, denk ik. En probeer natuurlijk Zwaluwen als hoofdklasser en DVO 32 als vierde klasser. Ja. Ja. Wie weet wat er voor verrassingen er nog aankomen. En wat je zelf al zegt, op dat moment is natuurlijk afwachten hoe is de motivatie van de ploeg. Kan men zich redden in die hoofdklasse? Ja. Of gaan men degraderen? Dat is natuurlijk even af te wachten. Ja. Dus, maar bij Zwaluwen, grote vereniging, daar zit wel genoeg talent tussen. Tuurlijk. En men heeft natuurlijk nu ook weer een koerswijziging gemaakt. Omdat, als je natuurlijk het elftal bekijkt, dan zit daar natuurlijk... er zat vorig jaar 1 Vlaardinger in en die is weggegaan. Ja. En nu zit er geen enkele Vlaardinger meer in. Ja, dan heb je ook geen binding met de stad en ook geen binding met je club. Nee. En als er dan bijna het hele elftal gaat vertrekken naar diverse verenigingen... ja, dan loopt dat leeg als zand. Ja, dan moet je weer helemaal gaan opbouwen waarschijnlijk. Ja. En ze willen dus nu inderdaad ook weer een ploeg gaan opbouwen uit de eigen jeugd. Ja. Nou, en of ze dat in die hoofdklasse kunnen doen, dat moeten we maar even afwachten. Oké, dan hebben we natuurlijk afgelopen weekend gehad de Rotterdam Marathon. Ja. Prachtig weer, goede resultaten. Geen toptijd, maar wel 40.000 mensen aan de start. Nou, dat is natuurlijk al een heel gebeuren. Ja, Schiedam heeft natuurlijk geen atletiekvereniging. Nee. Die mensen komen daar gaan ze voor naar Vlaardingen. Daar gaan ze voor naar Vlaardingen. Nou, en Fortuna die had bijna 140 mensen aan de start staan. Ja. Nou, dat is natuurlijk een gigantisch aantal. Ja. En Daar zijn hele leuke prestaties verricht afgelopen zondag. En daar, ook met name bij de dames, Monique Leemtvaar, die kwam in haar categorie als 8e binnen in een tijd van net over de 3 uur. De snelste Fortuna-man was Peter Sabal, net onder de 3 uur, 2:55. Nou, dat mag dus best wel genoemd worden. Dat is een knappe tijd, hoor. En Michel de Maat wil ik ook nog even noemen. Ja, dat is eigenlijk een bekende marathonloper, ja. En een man uit het, met een historisch verleden bij Fortuna, die in 1990 2:16 liep. Nou, dat lopen ze nu Nederlanders niet meer in. Toptijden gewoon. Toptijden geweest. Ja. En die kwam dan inderdaad onder de 3 uur nog binnen. Ja. Maar goed, bijna 140 mensen aan de start. Is toch een hele prestatie, ja. Een hele grote groep sporters die daar in Rotterdam acte de présence gaven voor Vlaardingen. Heel goed. Dus dat is inderdaad heel goed. Ja. Nou, als we dan toch even het bruggetje mogen maken, ja. Naar, even vooruitkijken naar, ja. Wat er gaat komen. Ja. Dan hebben we natuurlijk, volgende week hebben wij in Groot Vlaardingen een speciale pagina over de Koningsdag, want die gaat eraan komen. 27 april. 27 april. Ja. Moet er nog steeds aan wennen? Koningsdag? Koningsdag is Koninginnedag, maar dat is helemaal niet waar. Nee, daar moet je even aan wennen. Ja. Het is alweer de 3e, geloof ik, ja, de Koningsdag. Ja. Dus het is natuurlijk zo, niks om Schiedam tekort te doen, maar Vlaardingen heeft wat dat betreft natuurlijk toch een reputatie waar te maken, ja. Met een uitgebreid programma op Koningsdag. Ja. En dat is een jaar en dag. En ook veel Schiedammers komen daar naartoe. Ja. Een uitgebreid programma, gevarieerd programma met evenementen voor jong en oud. Ja. En ook daar natuurlijk problemen wil ik natuurlijk niet zeggen, maar toch financieel mindere tijden. Dus de Stichting Nationale Gedenkdagen, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van Koningsdag, ja. Maar ook voor 4 en 5 mei. Ja. Die hebben dus wat minder geld in de portemonnee gekregen. En daardoor ook wat keuzes moeten maken in evenementen. En een van die keuzes die gemaakt zijn, is dat het vuurwerk niet doorgaat op Koningsavond. Koningsdagavond. Wat ik zeg, de groep heeft een keuze moeten maken. Ja. En gezegd, dat geld, dat hebben we niet. En dat willen we, onze andere evenementen, willen we eigenlijk overdag toch in stand houden. Ja. Dus er is toch wel een volledig programma uitgekomen, waarbij, wat ik al zei, voor jong en oud alles te doen is. Het programma komt in ieder geval volgende week. Komt volgende uitgebreid in de krant. En dan kunnen de mensen weer uitknippen en dan kunnen ze keuzes maken. En daar zit dan ook bijvoorbeeld de havenloop in. Die is ook al voor de 69ste keer. Het is de oudste stratenloop van Nederland. Okay. En dat gaat weer over de West- en Oosthavenkade. Ja. 10 kilometer. En altijd heel druk bezocht, ook met publiek en met lopers. En de meeste mensen die de afgelopen jaren naar Koningsdag of toen naar Koninginnedag gingen, die beginnen eigenlijk hun dag met een bezoekje aan de havenloop en trekken dan de stad in. We hebben ook heel veel muziek op Koningsdag op het Veerplein, een uitstekende locatie. Ja. En daar is gekozen voor lokale artiesten die de stichting een podium willen geven. Ja. En dat slaat zeker aan, dat trekt heel veel publiek. We beginnen met de Wannabies. Nou, dat is natuurlijk een hele grote bekende in de regio. Die trekt heel wat mensen naartoe. En we eindigen met de Big Fun Band om 3:30. 4 uur. Nou, een gezellige muziek met allerlei genres die zij kunnen spelen. Omroep Vlaardingen doet verslag van het feestdag? Ja, doet rechtstreeks verslag via Omroep Vlaardingen en TV Vlaardingen ook. Dus het is alles nog eens terug te kijken en terug te luisteren. En we hopen natuurlijk dat het weer meewerkt. Want dat is natuurlijk belangrijk voor het slagen van zo'n dag, waar natuurlijk eigenlijk een jaar aan voorbereiding aan vooraf is gegaan. Dus, dat was eigenlijk die vooruitblik op Koningsdag volgende week in onze krant. Ja. En over 2 weken echt. In het echt dan? Ja. Oké. Peter, bedankt in ieder geval voor je komst, voor deze toelichting allemaal. Volgende week zijn wij er weer met een nieuwe aflevering van Nieuwsweek. Wij zien elkaar graag dan. Een nieuwe gast, zelfde plek.